Goedemiddag. Er worden opnieuw meer mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. Alle winkels van warenhuisketen Lidl zullen vandaag weer openen. En de premier van Polen gaat de confrontatie aan met de Europese Unie. Welkom. We horen het niet graag, maar de coronacijfers zijn wat ze zijn. En ze stijgen opnieuw en ook opnieuw sneller. Het aantal mensen dat een positieve test aflegt is op een week tijd met bijna de helft gestegen. We tellen nu zo'n 3000 nieuwe besmettingen per dag. Ook de ziekenhuiscijfers die volgen met een beetje vertraging de stijgende trend. Elke dag worden nu 73 mensen opgenomen in het ziekenhuis. En alles samen liggen nu 914 covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 23% in vergelijking met een week eerder. En het is ook het hoogste cijfer in 4 maanden. 229 covid-patiënten hebben zelfs intensieve verzorging nodig. En die stijging van de cijfers merken ze ook in AZ Groeningen in Kortrijk. De hoofdgeneesheer van AZ Groeningen in Kortrijk checkt de opnamecijfers voor COVID. Vandaag liggen hier 23 patiënten, het dubbel van 2 weken geleden. U kan zien op de grafiek dat we in de eerste golf een heel eind hoger gegaan zijn, in de tweede golf zelfs nog hoger, maar we zien toch weer een toename. Meer en meer kamers op de aparte COVID-afdeling van het ziekenhuis zijn opnieuw bezet. Dokters en verpleegkundigen moeten weer eens een tandje hoger schakelen. Maar de situatie is toch anders dan een jaar geleden. We zien nu toch ook wel wat gevaccineerde patiënten. Dus de patiënten die op intensief liggen zijn niet gevaccineerd. Maar degenen die gewoon gehospitaliseerd zijn en positief testen, daar zijn veel gevaccineerden bij. Maar we zien ook dat de symptomen veel, veel milder zijn. Dus absoluut niet te vergelijken met wat we in de eerste en de tweede golf gezien hebben. Ook in andere ziekenhuizen in West-Vlaanderen en Limburg zijn er stevige stijgingen. Die provincies hadden erg lage cijfers tot nu toe. Het is dus een inhaalbeweging. Maar toch blijven ze hier alert. Als er nog veel meer opnames bijkomen, zal de gewone zorg herbekeken moeten worden, omdat er geen personeel genoeg zal zijn om alles te doen. Het is de drukste tijd van het jaar die aanbreekt. In ziekenhuizen is dat typisch vanaf oktober tot maart drukste piek. Tweede probleem, we hebben ook veel verpleegkundigen die uitvallen, niet omdat ze ziek zijn, maar omdat ze in quarantaine gezet worden. Bijvoorbeeld ook omdat ze positief testende huisgenoten hebben. En daarmee komen we nu nog aan net voldoende personeel om onze normale reguliere zorg op het vereiste niveau verder te zetten. Viroloog Steven van Gucht is niet verrast door de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar reden tot grote ongerustheid is er volgens hem niet. Want deze najaarsgolf was verwacht, zo zegt hij. Het ziet er wel naar uit dat de cijfers gaan blijven stijgen nu en dat we toch wel die najaarsgolf gaan meemaken nu. En hoe erg is de situatie dan? Wel, voorlopig valt dat nog redelijk mee. We zien die besmettingen wel snel stijgen. We zien ook de ziekenhuiscijfers stijgen, maar we zitten nog altijd op een niveau dat beheersbaar is voor de ziekenhuizen. Op intensieve zorgen worden momenteel 230 bedden ingenomen. Dat is zo'n 11% van de maximumcapaciteit. Daar is nog wel wat marge en ik vermoed dat we die marge ook wel gaan gebruiken. Maar ik hoop wel dat we op een niveau blijven steken, dat het nog altijd doenbaar blijft voor de ziekenhuizen. Vooral ook om die niet-covid-zorg te blijven garanderen. Ze zullen veel werk hebben, dat is duidelijk, maar ik hoop wel dat we tijdig gaan aftoppen. Over een uur, om 2 uur deze namiddag, zullen alle supermarkten van Lidl weer open zijn. Na 6 dagen staking bereikten vakbonden en directie afgelopen nacht een akkoord. Daarin zijn een aantal maatregelen afgesproken om de werkdruk te verlagen. Heel wat winkels waren de voorbije dagen gesloten. Ook gisteren nog bleven weer 70 van de ruim 300 winkels dicht. Het is nog maar net open, want we zijn hier al een half uur, maar we staan babbelen en nu kunnen we binnen. En binnen is het personeel van Lidl opnieuw aan het werk. De rekken worden aangevuld, sommige producten krijgen een scherpere prijs, want ze moeten sneller verkocht worden omdat de winkel gisteren gesloten was. Na enkele dagen van sociale onrust zullen alle Lidl-winkels tegen 2 uur vanmiddag opnieuw open zijn. Vakbonden en directie bereikten afgelopen nacht een akkoord en daar zijn ze beide tevreden mee. Het is een gevoel van opluchting. Hè. De mensen zijn uiteindelijk waren al 5 dagen aan het staken, sommigen. Het is jammer dat dat zo moet verlopen. We zijn tevreden dat er een akkoord is en belangrijk dat we structurele maatregelen hebben voor de lange termijn en dat vandaag alle winkels opnieuw open kunnen.
De voornaamste eis van het personeel was de werkdruk verlagen. En daarvoor komen er maatregelen. Eén daarvan de uitbreiding van de zogenaamde vliegende ploeg. We hebben wat wij noemen een vliegende ploeg. Dat zijn collega's die filialen gaan ondersteunen waar afwezigheid is, bijvoorbeeld door ziekte. Die vliegende ploeg die wordt uitgebreid met 83 mensen. Dus die gaat van 140 naar 223 personen. De directie belooft ook een snellere instroom van nieuw personeel. En de taken van het huidige personeel worden eenvoudiger. Dat zijn eigenlijk allemaal heel kleine ingrepen die misschien minder visueel zijn voor de klanten, maar die enorm veel aandacht en veel werk geven aan het personeel. Bijvoorbeeld, het kerstmateriaal zal door externen gebeuren en niet door het eigen personeel. Allemaal die kleine zaken. De grote lijnen zijn afgesproken. De komende weken worden de details uitgewerkt. Powtórzę jeszcze raz. Najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucja. Wyprzedza ona inne źródła prawa. Od tej zasady nie może odejść żaden polski sąd, żaden polski parlament i żaden polski rząd. U hoorde het. De Poolse premier Morawiecki houdt voet bij stuk. In het Europees Parlement heeft hij de recente beslissing van het Poolse Grondwettelijke Hof nog maar eens verdedigd. Dat hof heeft enkele bepalingen van het Europees Verdrag in strijd verklaard met de Poolse grondwet. Morawiecki kreeg veel kritiek van de parlementsleden. Zij vinden dat Polen op deze manier de Europese Unie van binnenuit bedreigt. De Poolse premier Morawiecki stond erop om zelf naar Straatsburg te komen voor het debat over de rechtsstaat in Polen. Die is volgens hem helemaal niet in gevaar. Integendeel, het zijn de Europese instellingen, zegt hij, die hun boekje te buiten gaan wanneer ze Polen bekritiseren. Dziś ten proces osiągnął taki etap, że trzeba powiedzieć stop. Kompetencje Unii Europejskiej mają swoje granice. Nie wolno nam dłużej milczeć, gdy są one przekraczane. De manier waarop de Poolse regering rechters benoemt, is volgens het Europese Hof van Justitie een bedreiging van de onafhankelijke rechtspraak. Maar volgens het Poolse Grondwettelijke Hof heeft Europa daar niets over te zeggen. The sinister game that you are playing is very clear. So the way to eliminate the decisions of the European Court of Justice is to take with the politicized Constitutional Court of Poland a decision that the ECJ has no longer a right of decision in Poland. Honorable members, we cannot and we will not allow our common values to be put at risk. The Commission will act. Polen riskeert Europese subsidies te verliezen door de problemen met de rechtsstaat. Chantage, vindt de Poolse premier. Nie zgadzam się na to, by politycy szantażowali i straszyli Polskę. By szantaż stał się metodą uprawiania polityki wobec któregoś z państw członkowskich. Tak nie postępują demokracje. We gaan naar Rob Herbout. Ja, Rob, je hebt het debat tot nu toe gevolgd. Waarom wil Polen zich juist onttrekken van die Europese wetgeving? Wel, de Poolse regering zegt dat ze dat eigenlijk niet wil doen. Ze zeggen, wij erkennen de voorrang van het Europese recht. Maar dat wordt dus sterk betwijfeld na dat arrest van het Poolse Grondwettelijke Hof. Dat hier fel verdedigd werd door de Poolse premier. Nu, die Poolse regering heeft de voorbije jaren eigenlijk heel veel Poolse rechters benoemd. Of andere rechters waarmee ze het niet eens was, op pensioen gestuurd. En Polen is daarvoor al op de vingers getikt en zelfs veroordeeld door het Europese Hof van Justitie. En dat Poolse Grondwettelijk Hof bijvoorbeeld, dat wordt door het Europese Hof van de Rechten van de Mens zelfs geen echte rechtbank genoemd. Het feit dat dat hof, dat dus wellicht politiek is samengesteld, politiek gekleurd is, nu zulke beslissing heeft genomen, doet vermoeden dat Polen met de instemming van de Poolse regering dus eigenlijk een heleboel Europese wetgeving en rechtspraak niet meer wil volgen. Dat is een groot probleem voor de Europese Unie, want die draait namelijk op het feit dat Europese wetten en regels overal door rechters op dezelfde manier worden uitgelegd en dat er één scheidsrechter is, het Europese Hof van Justitie, dat eigenlijk het eindoordeel heeft over hoe iets moet worden uitgelegd. Dus dit zorgt toch wel voor heel veel problemen. Ja, we hoorden in jouw reportage dat Polen riskeert om de Europese subsidies te verliezen. Maar Rob, kan er ook nog meer op het spel staan voor Polen als lidstaat van de Europese Unie?
Wel, op dit ogenblik verliest de Poolse regering vooral veel vertrouwen bij andere lidstaten, bij andere regeringen. Er is al heel veel kritiek geweest van andere landen, ook hier in het Europese parlement heel veel kritiek. En tot nu toe is er vooral bijval, of enkel bijval gekomen van, laten we zeggen, de Hongaarse regering en de extreemrechtse partijen hier in het Europese parlement. Nu, aan de andere kant merk je ook wel dat heel veel regeringsleiders bijvoorbeeld twijfelen of ze dit conflict nu op de spits moeten drijven, of dat wel verstandig is, of je daarmee niet de Poolse regering extra steun geeft in eigen land. Op dit ogenblik is de Poolse publieke opinie erg pro-Europees, maar wanneer de Europa zich als een soort vijand gaat gedragen van de Poolse regering, gaat het misschien kunnen keren. Dus men weet bijvoorbeeld nog niet of deze kwestie prominent op de agenda zal staan van de Europese top die donderdag en vrijdag plaatsvindt in Brussel. En men wacht eigenlijk op de Europese Commissie die een procedure kan beginnen tegen Polen, omdat het dus een aantal principes van de rechtsstaat heeft geschonden. Volgens sommigen had de Commissie die procedure al lang moeten beginnen, maar ze heeft dat dus toch nog niet gedaan. En dat bewijst toch wel hoe gevoelig deze materie is. Oké, dankjewel Rob Herbout voor je duiding bij deze hele zaak. Dankjewel. In Myanmar zal het militaire regime meer dan 5000 gevangenen vrijlaten. Het gaat vooral om mensen die sinds de staatsgreep begin dit jaar gevangen zijn genomen vanwege hun verzet tegen de militaire junta. Intussen zitten er al duizenden mensen in de cel en bij de staatsgreep vielen ook nog eens honderden doden. Grote vreugde wanneer een van de bussen met de vrijgelaten gevangenen buiten de muren rijdt van de Insein-gevangenis in Yangon. Vele van de opgepakte politieke activisten zaten in deze gevangenis. Vrouwen en mannen die op straat kwamen om nee te zeggen tegen de militaire staatsgreep. De opluchting is groot. De grote protestgolf in Myanmar begon meteen nadat het leger in februari de burgerregering onder leiding van Aung San Suu Kyi had afgezet. Naar schatting zitten er 7300 activisten achter de tralies. Een deel hiervan kreeg afgelopen zomer amnestie. Nu zouden er nog 5600 mensen vrijkomen. Volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap heeft het communistische Noord-Korea vanuit een onderzeeër een ballistische raket afgevuurd. En die zou terechtgekomen zijn in de Oostzee, ook wel bekend als de Zee van Japan. Resoluties van de Verenigde Naties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten te testen. Want op zo'n raket kan een kernkop gemonteerd worden. De Japanse regering protesteert tegen de lancering. わが国と地域の平和と安全を脅かすものであり、これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、我が国を含む国際社会全体にとっての深刻な課題です。またこのような弾道ミサイル発射は関連する安保理決議に違反するものであり、極めて遺憾です。 De Amerikaanse gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, neemt ontslag. De diplomaat van Afghaanse afkomst was al gezant onder de vorige Amerikaanse president Trump. Hij onderhandelde met de Taliban over een machtsoverdracht en ook over de terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan. En dat resulteerde in de chaos op de luchthaven van Kabul en duizenden mensen die het land ook wilden verlaten. Daarvoor kreeg Khalilzad veel kritiek. Nog in de VS heeft Amerikaanse president Joe Biden de vlag bovenop het Witte Huis half stok laten hangen. Op die manier betuigt hij eer aan voormalig minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell. Die overleed gisteren aan COVID-19, al had hij ook onderliggende aandoeningen, zoals onder meer bloedkanker. En Roberto Gualtieri, de kandidaat van de centrum-linkse Democratische Partij, viert zijn verkiezingsoverwinning in Rome. De plaatselijke verkiezingen in Italië zijn een succes voor centrum-links, dat klappen heeft uitgedeeld aan uiterst rechts en ook aan de anti-immigratiepartijen.
En dan opnieuw naar eigen land, want u heeft het mogelijk al gemerkt en gehoord op uw radio. Het verkeersnieuws is gewijzigd. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw was het bulletin vooral gericht op de auto. En daar is vandaag verandering in gekomen. Tijdens de spitsuren zullen de radionetten van VRT, Radio 1, Radio 2, M&M en ook Studio Brussel fietsers waarschuwen voor werkzaamheden of andere problemen op hun route naar het werk. De Fietsersbond waarschuwt voor geparkeerde vrachtwagens op het fietspad langs de Koning Boudewijnlaan in Olen. Uitkijken daar. Zo klinkt de verkeersinformatie vanochtend op Stubru met voor de eerste keer een waarschuwing voor fietsers. Er komen meer fietsers, dat is duidelijk. Meer fietsen, meer fietssnelwegen. Op zo'n fietssnelweg kom je in de herfst al snel een obstakel tegen. Of in de zomer bijvoorbeeld. En dan is het wel belangrijk om ook die fietsers, net zoals automobilisten, te gaan waarschuwen. En dan wil ik hier in... Op de N5 zelf een probleem melden. Via de Fietsbond-app kunnen fietsers zelf doorgeven welke obstakels ze op hun route tegenkomen. Iedereen die inlogt op de app kan die informatie bekijken. De verkeersredactie zelf selecteert er een aantal problemen uit. Dat kan gaan van een omgevallen boom na een herfststorm of een glad wegdek of werkzaamheden waardoor je moet omrijden. En op de Hundelgemse Steenweg in Ledenberg bij Gent moeten fietsers door werkzaamheden en omleiding in de richting van het centrum volgen. Ook op basis van politieinformatie, zoals dit Twitterbericht over de fietstunnel in Antwerpen, meldt de verkeersredactie obstakels. Het verkeersnieuws voor fietsers zit in een beginfase en wordt volop verder uitgewerkt. Maar deze waarschuwing geldt nu al. We willen zeker niet aanmoedigen om het bulletin op de fiets te luisteren. Dus ik raad aan om voordat je de fiets opstapt, nog eens te luisteren naar waar je een obstakel kan tegenkomen. En zo ben je ook gewaarschuwd onderweg. En van al dat fietsen naar het profwielrennen. Dag Ruben, je hebt opvallend transfernieuws. Want Victor Kampenaars die keert terug naar zijn oude ploeg, Lotto Soudal. Absoluut, de terugkeer naar het oude Neste-ploeg waarmee hij het werelduurrecord heeft gevestigd. Dat herinneren we ons nog wel in 2019. Daarna dan wel via de achterdeur verdwenen bij die ploeg. Het water leek ook een tijd te diep. Maar kijk, ondertussen heeft men blijkbaar een brug gevonden. Victor Kampenaars keert dus terug naar Lotto Soudal. En dat voor 3 seizoenen. Vanochtend werd al bekendgemaakt. En zoals dat tegenwoordig gaat met een filmpje op de sociale media. Kampenaars komt een café binnen. En wie zit daar allemaal? Zijn toekomstige ploegmaat. Die wachten hem op. De manager, John Lelange, die zit dan weer aan de toog. En Kampenaars ondertekent zijn contract op een bierviltje. Dat is natuurlijk alleen maar voor het filmpje, vermoeden wij. Kampenaars heeft zich ontwikkeld tot een aanvalslustige renner voor het eendagswerk en daar plukt hij nu dus de vruchten van. Mooi gedaan. Vanavond rond 7:15 is het zover. Dan zijn de ogen van de Belgische voetbalfans opnieuw gericht op Jan Breydel, want Club Brugge speelt dan zijn derde groepswedstrijd in de Champions League. De tegenstander is, zoals u weet, Man City met Kevin De Bruyne, een echte topaffiche. En dus maken de supporters zich op voor misschien wel een nieuwe Europese stunt. In de clubshop zien ze dat soort topaffiches uiteraard graag komen. Zo, is 30 euro alstublieft. Judith maakt zich op voor alweer een topdag Champions League. Dat wil zeggen kassa kassa. En dit is het topartikel vandaag. Ja, dat zijn echt de collectors items. Iedere match, ja, we maken ze eigenlijk van iedere match. Dus van PSG hebben ze ook nog, hebben Leipzig. Dus dat zijn echt wel, ja, mensen komen echt naar de winkel voor die sjaal te komen halen. Voor ons als supporter is dat toppie. Fantastische spelers. Ze zijn allemaal verdetten. Dus wat dat een uitslag ook is, we zijn tevreden dat we mogen komen kijken. De gelukkigen doen dat in het stadion, anderen zullen dan weer op televisie volgen, in de zetel met de juiste outfit aan. Ja. Hoe gedraagt hij zich dan thuis? Stressvol. Ja? Stressvol. Toch wel. Gaat hij er liefderij hard mee? Ja, ja. 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 En nu nog winnen tegen Kevin De Bruyne? Dat zou super zijn, hè. Afwachten, hè. Wait and see. City gaat toch ook komen voor de 3 puntjes. Als we moesten een punt, dan is het weer al mirabel. Hè? Het zou mooi zijn, hè? Ja, het zou fantastisch zijn. Laten we hopen, hè. En dan weet Judith dat ze de komende dagen weer een pak sjaals en truitjes zal verkopen. Voilà. Ja, ja, zeker. Als ze moet spelen, verkopen, ja, brengt dat zeker extra verkoop met zich mee. Dus we kunnen niet klagen de laatste tijd. We weten al waar die mevrouw op hoopt. Voor City is het van moeten vanavond, want die staan op dit moment op de 3e plaats in de groep. Weinig marge dus voor fouten en dus zet Guardiola zijn mannen op scherp. Verliezen vanavond kan en mag eigenlijk niet.
De Bruyne en de rest van de ploeg hebben gisteren nog een laatste keer getraind in Manchester en zijn dan 's avonds richting Brugge gevlogen. Guardiola is op zijn hoede voor club. Op de persconferentie gaf hij bijvoorbeeld mee dat hij hen zeker niet onderschat. They play direct and after they have the quality in the final third, big huge amount of talent to create chances to score goals. We knew it before. Just the draw, I said, wow, a tough opening we're going to face, and show it, you know, winning in Leipzig, that is not easy. Draw, take a good result against PSG. So yeah, a tough opening. This next two games will be so important for us, for them as well, of course. En er is nog meer lekkers in het kampioenenbal. Real Madrid speelt vanavond tegen Shakhtar Donetsk. Maar Eden Hazard is er niet bij. Ook het derde seizoen van Hazard bij Real Madrid begint moeizaam, erg moeizaam. Zijn trainer Carlo Ancelotti gaf gisteren kort wat uitleg over de situatie van Hazard. Creo que lo más cansado de todos pues es Hazard, que está cansado de tener este pequeño problema, está trabajando en esto. No ha tenido una lesión, ha tenido una sobrecarga que no le puede permitir de ser disponible para este partido. Snel hopen op beterschap. De comeback van Xavier Malisse in het dubbel. Tweevoudig Olympisch kampioen Andy Murray. Zizou Bergs als enige Belg op de hoofdtabel. Dat zijn grosso modo de ingrediënten van het tennistoernooi van Antwerpen dat vandaag is begonnen. De aftrap, of de opslag zoals je wil, werd gegeven met een aangekondigde stunt. Het oordeel over het stuntgehalte laten we helemaal in het midden. Zie, ginds komt de motorboot met Dick Norman eraan. De toernooidirecteur brengt ons een portret van zichzelf om op te slaan. Door drie spelers, met onder meer de Belg Zizou Bergs in het midden. En hoe waaien de ballen mooi heen en mooi weer. We zijn blij dat met dat Corona Safe Ticket dat we heel veel supporters mogen hebben. De zaal mag vol. En we hoeven ook geen mondmaskers te dragen. Dus alles verloopt veilig. Andy Murray is de grote vedette. Tweevoudig Olympisch kampioen, drie Grand Slams. En 2 jaar geleden won Murray in Antwerpen na een heel moeilijke periode vol met blessures en operaties. Coming back here after what happened last time, you know, obviously I have great memories. That it was, yeah, kind of like a new start for me. You know, I didn't know at that stage if I was going to be able to compete at this level. Murray is intussen 34 jaar. Winnen? Nee, dat lukt niet meer zo goed als in zijn topperiode, maar de motivatie en het spelplezier heeft hij wel nog. You know, if I was in my mid-20s and I'd been having the results like I'd been having, I don't think I would have dealt with that so well back then. But now, yeah, a little bit more relaxed away from the court. But when I'm on it and competing, and yeah, I'm still the same person. Oh ja, mocht u het zich afvragen, de toernooidirecteur heeft al die gemiste ballen netjes zelf uit het water gevist. Ja, grote meneer als Andy Murray kan je niet alle dagen aan het werk zien. Dat is waar. En ik onthou ook wat een toernooidirecteur leiden kan. Hè. Dank je wel, Ruben. De Vlaamse actrice Sim Diels is overleden. Ze zit in het collectieve geheugen van veel generaties Vlamingen en Nederlanders. Als het personage Sim uit het kinderprogramma Sesamstraat. Een rol die ze maar liefst 36 jaar speelde. Sesamstraat, welkom in Sesamstraat. Ah, die Sim. Nee, Sim. Dat is de bel niet. Waar is de bel? Midden jaren 70. Vlaanderen en Nederland maken kennis met het kinderprogramma Sesamstraat. Het personage Sien woont er, samen met bekende figuren als Tommy, Pino en Inimini. In haar rol zit ook een diepere laag. Toen werd er nog vrij veel de nadruk gelegd op het roldoorbrekende. Dus niet mama altijd die bij de vaat staat en papa die de krant leest. Dus in het begin van de opnames stond ik heel vaak met hamer en spijker te kloppen. Sien is onafhankelijk en heeft een winkel. Toch is ze ook een soort moederfiguur. Nu zijn de ballonnen weg. En nee, maar Sien, ik heb ze allemaal uitgedeeld. Kijk maar. Oh, ja. Oh, wat goed voor je, Tommy. Ja. Hey, dat was precies mijn bedoeling. Ja. Oh.
Want Sien, hè? Sien houdt van ons allemaal. Ja? Ja. En wij houden allemaal van Sien. Diels zal Sien uiteindelijk 36 jaar spelen. Daarnaast is ze ook te zien in gastrollen in VRT-series zoals Heterdaad en Flikken of in Thuis zoals hier. Okay. Jenny, Dree en ik, wij zijn geen koppel meer. Ik ga het uitmaken. Sien Diels is 74 jaar geworden. Ja, mooi eerbetoon. We begonnen dit journaal met de coronacijfers. Die stijgen opnieuw. De besmettingscijfers, maar ook de ziekenhuiscijfers gaan opnieuw de hoogte in. En dat merken ze ook in de ziekenhuizen. Voorlopig maken de experten zich geen grote zorgen. De vierde golf in het najaar was verwacht. Bedankt voor het kijken. Fijne namiddag en heel graag tot vanavond. We zien die besmettingen wel snel stijgen. We zien ook de ziekenhuiscijfers stijgen, maar we zitten nog altijd op een niveau dat beheersbaar is voor de ziekenhuizen. Patiënten die op intensieve liggen zijn niet gevaccineerd, maar degenen die gewoon gehospitaliseerd zijn en positief testen, daar zijn veel gevaccineerden bij. Maar we zien ook dat de symptomen veel, veel milder zijn. Het ziet er wel naar uit dat de cijfers gaan blijven stijgen nu en dat we toch wel ja, die najaarsgolf gaan meemaken nu. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.